Ik ben onderweg naar Kruiningen op uitnodiging van Tennet. Want zij gaan een hoogspanningsstation bouwen bij Ierland. En daar gaan ze mij meer over vertellen. Waarschijnlijk gaan we vanaf Kruiningen met een bus naar de locatie in Ierland. En daar vindt dan een ceremoniële starthandeling plaats. En ik neem de 360 camera mee, dus dan kunnen jullie meekijken. Het station is een 380 kW station. Het eerste triple rail station voor de niet-techneuten onder ons. Dat betekent dat er 3 rails zijn in plaats van traditioneel 2 rails. We moeten redundant ons netwerk opereren. Dat betekent dat we altijd 1 rail extra hebben om te kunnen blijven. Wat uitleg gehad van de projectdirecteur en gewapend met een helm en een hesje lopen we nu naar de bus toe. En die bus gaat ons naar een locatie in Ierland brengen. Ja, het is jouw maat niet. We gaan de komende jaren een nieuwe hoogspanningsverbinding door Zeeland bouwen. Ik was dan wel uit de wind gaan staan, maar met knipperende TL-lampen had ik even geen rekening gehouden. Volgende keer beter. Sorry in ieder geval. We gaan de komende jaren een nieuwe hoogspanningsverbinding door Zeeland bouwen. Er worden momenteel voor de kust van Borselen nieuwe windmolenparken worden gebouwd. Die gaan ook vermogen opleveren. En die leveren zoveel stroom dat dat niet meer afgevoerd kan worden door de bestaande infrastructuur die er in Zeeland ligt. Er moet een nieuwe hoogspanningsverbinding naast de bestaande komen. En wat we hier gaan doen in Rilland is eigenlijk een nieuw knooppunt maken. We noemen dat het hoogspanningsstation. En als we... Oké, gaan we door. Ja? Ja, rustig maar in. En dan zal in 2020 ook de nieuwe verbinding in gebruik worden. Dat zijn de grote plannen. Duidelijk, dankjewel. Graag gedaan. Gaan we eens even kijken of de bus nog niet vertrokken is zonder ons. Ja, ik zal eerst aan zwaaien. Oh echt? Nou, we gaan er snel. Nou, dan gaan we weer de bus in naar Kruiningen. We gaan tijd aan besteden. Dan gaan we weer met de auto naar huis. Ja. Vind ik wel heel graag een jus, wat erg. Dankjewel, ik kan mijn camera meenemen. Worden we nou gelijk geregistreerd? Zoiets. Nou, na een versnapering en een lekker glaasje jus d'orange hou ik het weer voor gezien.
bedankt voor het kijken. En laat even weten wat je ervan vindt van zo'n 360 graden vlog. Want dan weet ik of ik er meer moet maken of niet. Ik hoor het graag.